Dat is best iets wat ik heel graag van je zou willen weten. Dan zei ik, je bent dan wel mijn dochter, maar dit wil ik nog een keer herhaald hebben. Was landbouw altijd al iets wat je wilde doen? Wel, toen ik klein was. Ik was vaak wel rond de boerderij bezig en buiten. Maar ik heb nooit gezegd van, hey, ik wil dit gaan doen of hey, hoe werkt dit? Jullie hebben best wel wat tegenslagen gehad in het verleden. En die waren best wel voelbaar voor ons. Dus ja, hoe zeg je dat? De leuke kant is nooit echt zijn overvloed gehad. Waardoor ik dat ook niet heb gezien. Ik heb vooral gezien dat jullie heel hard aan het worstelen waren. Waardoor het me een beetje wegdreef. Oké. Het was voor de shot. En toen ik Jamie, mijn huidige vriend, dus ontmoette, die stond er ook weer in met een nieuwe kijk en nieuwe energie. Die is een paar keer hier gelopen en daardoor heb ik weer die leuke kant van het boeren gezien. En toen vond ik het leuker en leuker. Toen ging ik de weekenden meewerken en toen kwam ik achter dat ik heel de week aan het uitkijken was naar die ene dag thuiswerken. Te meer en meer op en ik had te weinig tijd om alles te doen in die ene dag en toen werd het meer en meer. En nu heb ik geen seconde spijt dat ik lekker één ben met de natuur, met de beesten. Nou, papa, wat is je favoriete aspect van landbouwer zijn? Ja. Waarom? Je valt wel met de deur in huis, hè? Mooie vraag. Eigenlijk doet ertoe in de maatschappij. Je levert echt iets waar de mensen dagelijks iets mee doen, dus voedsel. Ja. Voedsel heel belangrijk en de omgeving natuurlijk, dat zijn de twee dingen. En het zijn echt tastbare dingen die je doet. Ik snap hem, dus eigenlijk gewoon iets betekenen voor de maatschappij in voedsel en in het beheren van een stuk grond. En wat ik een leuk aspect vind is dat alles wat je doet heeft consequenties en gevolgen. Dus er zijn heel veel aspecten en als je het één doet heeft gevolg voor het ander. En het is een totaalplaatje. Dus je bent continu aan het schakelen in je hoofd. Ja, al die ballen hoog houden, dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. Dus ik hoor je eigenlijk hetzelfde zeggen als ik, als ik 30 jaar geleden dacht. Is er nog niet zoveel veranderd dan? Nee. Ja, nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is wat heb je zien veranderen vanaf vroeger? Dus wat heb je zien veranderen vanaf vroeger tot nu? Zo, waar moet ik beginnen? Eerst al 25 jaar samen met mijn vader gedaan, toen een jaar of 10 alleen. En ja, we zijn enorm doorgegroeid en ook de productie en de techniek, vooral die gaat hard. Toen jullie kwamen zijn nog de meeste veranderingen gekomen. Met de melkrobots en de pc-boekhouding en noem maar op. Dus, ja, de data is een hele belangrijke rol gaan spelen. Dus in die zin kwamen jullie wel heel precies op tijd, want daar vallen wel veel 50-jarige boeren vallen daarover. Maar de basis is redelijk hetzelfde gebleven? Ja, de basis blijft altijd hetzelfde. Vroeger konden we alles netjes met de hand oplossen en in de praktijk. En ja, nu moet alles digitaal opgelost en aangeleverd worden. En daar ben ik zo blij met jullie. Nou, wat is voor jou een uitdagend aspect van het boerenbedrijf? Ten eerste vind ik het heel leuk dat vind ik het een uitdaging dat je elke dag buiten mag werken in weer en wind. Ik merk dat ik dat steeds leuker ga vinden. Maar ik vind het wel lastig om te gaan met de onzekerheid dat je niet weet wat je hier in Nederland te wachten staat. En dus dat gaat vooral om je regelgeving. Wat komt er nog op ons af qua regelgeving? Hebben we genoeg grond? Hebben we niet te veel koeien? Voldoen we aan de maatstaven van Nederland en blijven we daaraan voldoen? Dat vind ik wel een spannende en daar hebben wij zelf weinig invloed op. Ja, we weten wel een beetje nu wat ze van ons verwachten, maar we weten niet wat de kaders zijn. Want wij hebben zelf natuurlijk ook wij willen zelf ook dingen en de overheid wil dingen. Je moet daartussen gaan bewegen, maar je weet nog niet wat de kaders zijn. En die zijn eigenlijk nog steeds niet helemaal in kaart gebracht. Vertrouwen is het grote woord, denk ik, na zoveel jaar. De overheid. Ja, en tot op heden is er natuurlijk niet veel focus geweest op de landbouw gevoelsmatig. Maar vooral op de ontwikkeling van Nederland. Hebben voor industrie en huizen. En daardoor is het best spannend om vertrouwen te houden dat jij hier ook nog een
ja, een mooie rol mag houden. En dat ze je product nog blijven waarderen. En wat je hier elke dag met passie en hard werken aan het doen bent. Ik denk dan gewoon weer, vertrouwen, iets wat goed is, houdt wel zijn waarde. Dus zolang jij je best doet voor je product, mag je er ook weer op vertrouwen. Dat moet ook wel, denk ik, om elke dag met energie uit bed te komen. Wat is jouw kijk op het klimaatbeleid dat gevolg heeft voor boeren en landbouw? Ten eerste heb ik wel de vraag, is er echt een beleid? Want ik denk dat het politiek gezien iedere 4 jaar al switcht en onder druk switcht het ook wel. Maar alleen wat ik wel graag zie is dat we dus met z'n allen met een langdurig beleid de goede kant op gaan. Maar dan kunnen we voor Nederland praten en voor de wereld natuurlijk. Ieder land heeft ook zijn eigen probleem en ik begrijp ook wel dat die soms voorrang krijgen. Ja. Een klimaat maken we natuurlijk niet met één land. Een klimaat moeten we met de wereld maken. Dus. Ja, ik hoop gewoon echt dat we door mogen gaan waar we mee bezig zijn. Omdat je in Nederland zo'n mooi klimaat hebt. Ja, klopt. Om te boeren. Om te boeren. Ja. Koeien die gewoon lekker in de vel zitten, gezond zijn, voldoende leeftijd hebben. Ja, ze hebben het echt luxe. Ze worden behandeld als koningin in de stal. Ja, ja. Ja, ik hoop gewoon echt dat we hiermee door mogen gaan. En dat we toch, ondanks dat we misschien in Nederland wel wat kleine land zijn, we hebben de kennis, technologie, het enthousiasme om hier gewoon een mooi product neer te zetten. Maar ik hoor allemaal twijfel. Hoeft toch niet? Ja, je wil het heel graag goed vertellen. Maar het is heel lastig om het over te brengen omdat je bang bent, omdat je in je hoofd al de mening van andere mensen hoort. Van, ja, die hoor ik, jammer. Ja, kijk, ik heb in de stad en ik weet, in mijn hoofd is er al een stemmetje die de tegenvragen zegt. En dat verdedigen, dat is een beetje normaal geworden. Maar het is eigenlijk niet leuk dat het normaal is. Ja, daar zitten wij wel iets verschillende dingen, ja. Jij bent opgegroeid in een tijd dat de boer was. Klopt, ja. En als ik nu met leeftijdsgenootjes praat, dan zeggen ze wel, ja, jij bent boer. Heel veel mensen zeggen dan, die niet hier in de polder wonen. Jij bent boer. Jij gebruikt heel veel water. Jij gebruikt onze grond. Jij mishandelt dieren, krijg ik wel eens te horen. Oef. Terwijl wij juist heel erg bezig zijn. Nou, we hebben heel veel zonnepanelen. We wekken onze eigen stroom op, we leveren zelfs echt nog heel veel extra aan het net. We proberen zoveel mogelijk voer van eigen land te halen. Als het niet zo is, proberen we het dus van restproduct als extra. Het zijn toch allemaal natuurlijke producten die we gebruiken? Dus allemaal ik zie dat probleem niet zo, maar ja. Die in de kringloop zitten, waar we bijvoorbeeld, nou, dus die bierworstel, restproduct van suikerbieten, perspulp. Het zijn allemaal leftovers van een fabriek. Als ik dat al uitleg aan mensen, vinden ze dat heel lastig om te begrijpen. Als ik de mensen echt wil laten begrijpen, zouden ze gewoon een dag mee moeten lopen. Maar omdat ze elke dag de andere kant horen, is het heel lastig om tot mensen door te dringen. Mensen denken vaak van, ja, maar op dit stukje grond kan je ook producten voor de consument neerzetten. Maar ze vergeten dat dit stukje grond, waar wij gras op telen, dat is ook alleen maar geschikt voor gras. En gras is niet geschikt voor mensen. Dus het mooiste wat je dan kan doen is met arme grond, waar je geen akkerbouw op kan doen, gras te telen en aan de koeien te geven. En de koeien maken een mooi product voor voeding voor de consument. Heeft dat een soort van een invloed op hoe jullie boeren? Nou, ik denk dat het op haar wel een veel grotere invloed heeft als op mij. Dat proef ik nou wel heel erg. Ik wist dat niet zo, of? Ik denk er niet zozeer aan als ik door de stal loop met de dagelijkse werkzaamheden. Maar met de keuzes die je maakt, heeft het voor mij heel veel invloed. Want ik ben van mening, als de consument en ook de overheid bepaalde dingen willen of zo zien, dan komt het uiteindelijk op jouw bordje terecht. Bijvoorbeeld een hele simpele, 5 jaar geleden of 10 jaar geleden was heel erg focus, koeien moeten een heel goede welzijn hebben in de stal. En nu hebben wij regels waar wij moeten voldoen, zodat de koe een zo goed mogelijk leven is. Dus er moeten bij ons borstels hangen in de stal. Ze moeten zoveel ruimte hebben, ze moeten zoveel ruimte hebben om te eten. Ja, maar dat zijn toch ze de basisregels? Naar buiten. Dat zijn toch de basisregels? Als je toch niet aan de basisregels voldoet, doe je het voor de koe toch ook niet goed?
maar doe je het voor jezelf ook niet goed. Ja, voor nu is het logisch, maar 5 jaar of 10 jaar geleden nog niet. En nu zijn er grote duurzaamheidsvragen vanuit consumenten en de overheid. Nu zie je het bijvoorbeeld met het land. Kijk, het is vruchtbare grond, ik wil dit en dit. En wij denken, ja, maar wat wil de overheid? Ja, zo min mogelijk mest uit de plant, zo min mogelijk kunstmest. Nou, daar gaan we klaver in zaaien, want dat bemest zichzelf. Ja, ik denk... Dus wij gaan nu al anticiperen op wat er over 5 jaar misschien wel niet mag. Omdat er wordt gezegd van, hé, er wordt mest uitgereden, het is slecht voor het milieu. Ja, ja, dat is wel een leuk verschilletje. Ik denk heel sterk uit de basis van... Ja, hoe ga je om met de toekomst met droogte? Bijvoorbeeld, zorg dat de grond dus vruchtbaar blijft, dus minder uitgeput wordt, meer in evenwicht is. Wat jij zegt met het land, zorg dat het niet uitgeput raakt, kan ook door extra mest te rijden en extra kunstmest. Zo is, zo kan je het ook oplossen. En ik denk dat wij steeds meer ook rekening moeten houden met de omgeving. En dat jij nog heel erg gewend bent om vanuit het bedrijf te denken. Wij moeten daarin een combi maken. Ja, ja. Ja, je komt dus best wel bij hetzelfde terecht. Ja. Alleen van de omgeving en ik kom uit het bedrijf. En dan kom je elkaar weer tegen. Ja, is wel leuk. Ja, dat is wel een voordeel aan 2 generaties soms. Ja? Ja, eens. Ja. Hoe denk je dat de oudere generatie boeren, de jonge boeren, kan helpen? Wat kan ik voor je betekenen? Wat natuurlijk ons doel is, dat je alles zo efficiënt mogelijk inzet. En ik denk juist dat de oude generatie daar kennis over heeft. Want die hebben al heel lang mogen proeven en mogen proberen met hoe ga je je producten, dus je koeien, je grond, alles het meest tot... Ja, het beste tot waarde brengen. Ja, dat is eigenlijk altijd de kern geweest. Ja. Ja. En nog. Ja, ja precies. Ja. En juist omdat het voor de jeugd heeft zoveel aspecten erbij gekregen om op te focussen. Dat het denk ik heel erg goed is dat ze een oude iemand hebben om mee te sparren over de kern van het bedrijf. En daar dus een mooie combinatie mee kunnen maken. Van hoe kunnen we alles het beste tot waarde brengen? Maar ook nog aan de verwachtingen van omgeving, dus overheid, consument, melkfabriek, te kunnen voldoen. Ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen van, kijk, ik ben opgegroeid in een tijd zonder data, dus ook zonder mobiel. En dan communiceerde je ook met binnen, alleen anders als nu. Voor mij is het vooral ruiken, voelen en proeven, ook op de trekker. Het raam is een keer open en dan voel je wat er om je heen gebeurt. En... Ja, wij kijken eerst, de computer geeft een attentie bij een koe. En dan gaan wij de koe bezoeken en we kijken, zien we iets aan hem? Eet hij goed? Zit hij lekker in zijn vel? En jij begint bij de koe. Ja, dat, zo wordt het geleerd, want er was geen data. Dus wij moesten bij de koe beginnen. Ja, ik snap jullie wel heel goed natuurlijk. Want om al die vele koeien langs te zoeken, dat is een heel werk. Dus je begint natuurlijk en dan zoek je gericht. Ja, ja, dat is ook een stukje robotisering natuurlijk. Ja. Beginnen met data en dan krijg je er een gevoel bij. Ja. En dan ga je het combineren. Ja, jullie beginnen met de data en ik begin met het gevoel en dan kijk ik naar de data. Ja, grappig. Dat is heel leuk, ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Dat is toch een mooie conclusie. Ja. Toch bijzonder om alles hetzelfde doen op onze eigen manier dan. Ja. Dan zie je wel echt wel hoeveel verschil er is in 1 generatie. Ja, nu zien we de veranderingen van de generatie. Ja. Hopelijk zit jij over 30 jaar hier en de volgende daar. Ik hoop het ook. Daar gaan we voor. Ja. Goed, dank je.